Let op, in deze video worden gevaarlijke stunts uitgevoerd die je beter niet na kunt doen. Hoi allemaal! Je sloeg je al. Ja, YOLO. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag hebben wij weer een super 24 uur challenge bedacht. Echt een vreselijke als je het mij vraagt. Ja. Namelijk 24 uur lang overleven op de McDonald's. Yes! 24 uur lang overleven wij met Pin en Aaron alleen maar op McDonald's. Dus we mogen niets anders eten en drinken dan McDonald's. Nee, dat kan je fixen. Kunnen we maken? Nee, dat kan je weer. Gebroken, bro. Zouden er veel mensen hier zijn? Stel, je werkt hier nu en je ziet ons zo binnenlopen, dan ben je leeftijd toch zo zat, gewoon. Je ziet ons zo binnenlopen met zo'n camera. De enige echte vraag. Hoe begin jij vandaag? Met McDonald's. Met McDonald's natuurlijk. De bestelling. Oké. We gaan meenemen. Nee, we gaan hier wel zitten. We gaan hier wel lekker de full experience. Ja, we moeten de full experience. Ik had dus vroeger, ging ik altijd naar de Mac met mijn vrienden. Vroeger, nu lijk ik echt kapot oud, maar ik ben gewoon 19. En dan probeerde ik altijd zo de bonnetjes eruit te trekken, maar ze hebben het dus gefixt, want ze hebben dus nu zo'n kartelrandje. Maar vanaf nu ga ik bij elke McDonald's ga ik proberen om zo'n bon te krijgen, omdat ik denk dat het nog wel kan ergens. Ik denk dat zoveel kinderen dit hebben gedaan, dat ze dachten, nu gaan we zorgen dat het nooit meer gebeurt. En nu inspireer je nog meer kinderen om dit te doen. Het is echt, het voorbeeld is fantastisch. Hey, dat is het leven, Quinn. Je kan niet altijd 6 gooien. Dit wordt nog een hele lange dag. Oh. Het ziet er zo goor uit. Ja, fantastisch. Oh. Nou. Neem een hapje. Oké. Ja, ik wil dat het vies is. Oké, we gaan het proberen. En? Je wilt te eten, maar je proeft gewoon heel veel kaas. Ja, maar echt die cheddar kaas. Zo vies. Oké. Okay. Als we op de topic zijn van goor, ik heb iets speciaals gedaan voor jullie. We eten natuurlijk de hele dag alleen maar McDonald's. En van McDonald's word je... Dit is jullie iconische proefnoepwater. <Ja. laughs> Oh, godverdamme. Ik hoop dat ik er niet zo uit kan zien na deze dag. Wat gaan we nu doen? Spelen. Oh ja, we hebben gespeeld. Waar is dat? Waar is dat ding? Oh ja. Het is helemaal dicht. Kom, we trappen gewoon die plaat eruit. Ik word echt baldadig hiervan. Jongens, ik denk niet dat ik erin kom. Aaron, ik denk dat dit een heel goed idee is. Ik wil gewoon spelen. Gaan we vragen of ze me open wil doen? Nee. Is die kapot? Hij kan niet open. Daarom zit hij dicht. Ja, als jij je been breekt, dan heb je een probleem dus. Ja, dat snap ik. En dan breken we er gewoon twee. Kan je mij ook gelijk breken? Doe ik niet te werken. Je mag niet op me dat klaksoneren. Er staat gewoon echt een politie naast ons. We toeteren gewoon terwijl je helemaal niet mag doen. We zitten weer in de auto en we gaan even naar de kringloop. Want we moeten nog even wachten voordat we weer kunnen gaan lunchen. Ik heb er nu al zin in. Wat gaan we eigenlijk eten, jongens? Wat gaan we lunchen? Ik dacht McDonald's. Ja, ik dacht ook McDonald's, ja. Dit is al de kringloop? Ja, dit is gewoon een kringloop. Het was niet zo ver, ik deed gewoon overdreven. Ik had gewoon geen zin om te lopen. Dit was wel echt ver lopen, inderdaad. Ja, ik had geen zin in. We gaan even lekker de kringloop in en dan gaan we daarna lunchen bij de McDonald's natuurlijk. Want ja, wat anders. Ja, maar. Nee! 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 Nee. 1 uur. Oh shit. Hoe lang is het? Ja, niet 1 uur. Ja, nee. Is er nog een andere? Nee. Hoe laat is het? Ja, over 1:20. Ja, we gaan niet een uur. Zo, dat is... Zo. Jeetje. Jongens, volgens mij is die open. Ja. Oh echt? Oh, is open. Fantastisch. Oh, top. We kunnen. Oh ja, chill. Oké. Het is wel groot hier hoor. Wow. Ben je daar weer op? We gaan op zoek naar een vaas, niet naar een nieuwe man. Ik zie al wel een vaasje liggen. Die is wel... Nee, het kan wel erger. Hij moet echt lelijk zijn. Oké, we hebben hier op zich wel een goede gevonden. Deze is nog maar 5 euro, omdat hij al een keertje is gescheurd. Dus, hij is kapot. Ja, dus bij deze voel ik me niet heel schuldig als ik deze kapot gooi. Nee, dan gaan we wel gewoon voor iets wat dan nog ook al kapot was. Nee. Ik voel me nu minder schuldig. Ja, dat heb ik dus ook. Want het is al kapot. Ja, oké. Okay, deze gaan groot, we... Dus stop. Deze gaan we kapot gooien. Let's go. Ik word gewoon een beetje misselijk bij het idee dat ik nog een keer Mac moet eten. Wees wel even een keertje enthousiast. Weet je hoe nice dit is? Ja. Zo lekker eten. Zeg maar, hier droomde je van vroeger. Dat is wel waar. Heel de dag McDonald's eten. Ja. Hij komt, hè? Hij komt. One shot. Oké, we hebben hier het eten. Wat heb jij? Ik heb een ijsje, kipnuggets en een frietje. Die delen we. Nou, valt allemaal nog mee. Wat heb jij?
Ik heb een McWrap en een hamburger. Ik heb een McWrap menu. Dus ik heb McWrap, grote friet, mayonaise en dan een cola. Wat ga je vanavond eten? Ja, want wij gaan vanavond gaan we een wrap eten. Ja. Weet ik veel. Oh, maar het ijsje... Ja, doe gewoon nog een wrap. Ik doe gewoon nog een menu. Ik zweer, die chicken tenders zijn echt super lekker. Als je gewoon een beetje iets chills wilt eten met een McDonald's, chicken tenders. Ik vind die ook wel lekker, ja. Zijn die spicy? Nu ja, voor shame. Oké, okay, want ze hebben nu bij de McDonald's hebben ze ook van die spicy kipnuggets. En als ik dat eet, dan ga ik echt van mijn stoel. Kan je niet goed tegen spicy? Nee, ik kan er zo slecht tegen. Waarom breek jij je burger af? Waarom doe je dat? Ik weet niet, man. Zo, lekker hoor. Ja, hij zit goed vol. Ik denk dat ik echt goed vol zit hierna. Ja, lekker. Even wel, ik neem jullie even mee in de eerste half. Ik wist niet dat je ook karton kon bestellen bij de McDonald's. Wauw. Dit is een smaakexplosie. Ja, jij wilde die ene met minder calorieën. Dan krijg je er eentje met minder calorieën. Ik krijg ook gewoon minder vulling erin. Ja, dat is gewoon het ding. Ja. Gewoon een lege bakje hebt hier. Minder calorieën. Ik ben serieus misselijk. Ik ook. Misselijk. Ik ben ook helemaal, ik heb helemaal hoofdpijn. Ik ben helemaal... Wat gaan we eigenlijk nog doen? We gaan nu het filmpje afmaken en dan gaan we sporten. Gaan we na het sporten dan wel weer bek eten? Ja, dat moet. Heb jij je bek dubbels eruit gekakt? Ja, ik moest echt goede nummer 2 neergelegd. Nee. We kunnen even kijken of het druk is in de sportschool. En anders kunnen we even kijken of we ergens heen kunnen gaan. Ja. Maar het is wel fijn als we iets gaan doen vandaag. Om met die sport. McDonald's af te redden! Yes! Anders gaan we gewoon zelf hardlopen buiten. Oh, dat kan ook! Nee, ik ga wel even naar de gym gaan, dat is leuker. Echt stom. Ja, oké, okay, het is wel chill als we even gewoon naar de sportschool kunnen. Ja, of zo. Is leuker. Even lekker gewichtjes heffen bij jullie. Zo, rammen we even door het dak heen! Biscoopje! We zijn nu bij het huis van Quinn Adela gekomen. En we waren nu net van plan om deze vaas naar beneden te gaan gooien. Kijk hoe hoog het is. Maar het is best wel hoog. Oké, we zijn nu boven. Dit is de afstand. Nee, dit is wel echt ver. Dit is ver hoor. Echt dit is wel echt ver naar beneden. Een heel raar idee, maar als we die vaas knopen aan een touw. Dan doen we dat touwtje naar beneden een beetje, doen we dan. En oh, dat lijkt me. Nee, dan zie je toch een touw? Dan valt toch een minder. Ja, je moet keuzes maken. Ja, maar dan zie je toch dat hij met een touw valt? Ik zit even te denken. Hebben we een ladder? Dat is heel intelligent. Want als we een ladder doen, kunnen we gewoon naar boven houden en doen alsof hij uit het raam valt. Ja, dat doen we dat. We gaan dus, plan, de campagne, vanaf de ladder nu de vaas gooien en doen alsof die valt, want... Het is gewoon te hoog. Het kan anders echt niet. We kunnen maar één keer die vaas laten vallen. Maar één keer vallen. Ja, en echt wel een stuk omhoog mag niet. Oké. 1, 2, 1. Holy shit! Oh, dit breekt echt heel goed! Dat geluid ook. Ja, het is echt een lekker geluid. Als hij kapot is, is het op jou. Hij is kapot. Nee, fixen. Nee, dat kan je gewoon weer. Gebroken brood. Nee, dat kan je gewoon in elkaar zetten. Nee. Jij veegt. Wacht, met dit. Nee. Ik heb een idee. We hebben er nog één. Oké, daar zijn we weer. Ik zou ook weggaan als ik hem was. Ja, ik laat jullie even opruimen. Ik dacht, ik sta hier maar goed. Ja, je werkpaard heeft sierpaard, hè? Ik ben het sierpaard. Hé, hey, Aaron, je mist een stukje. Oh, dat heb ik niet gezien, man. Thanks. Plakken we er gewoon weer op. Jongens, ik ga echt stuk. Zo, we zitten weer in de auto onderweg naar de sportschool. Want we gaan natuurlijk lekker sporten. Maar dat kan niet zonder een heerlijk drankje van de McDonald's. Want we mogen natuurlijk geen water uit de kraan drinken bij de sportschool. Maar wel van de McDonald's. Yes! Dus we gaan even langs de Mac om een drankje te halen. En dan meteen door naar de sportschool. Watertje? Nee, dat mag niet. Nee, want dat is toch niet Mac? Hai, heel even een momentje hoor. Mogen we die mango smoothie 2 keer alstublieft? Ja.
Nee, dat was het. Lekker naar de gym, lekker met McDonald's, ja toch? Lekker Mackie bij de gym. Mag je nummer? Nee, sorry. Ik heb geen interesse. Dan niet. Dan niet. Dan niet. Jongens, wat hebben jullie bij de Mac gehaald? Oké. Ze gaan echt weg. Ze komen weer terug. Weet je, dat is het ding met jongens, hè? Geen aandacht gegeven, komen ze altijd terug. Ja, komen ze altijd terug. Dus Ben dat ze nu gaan draaien. Zie je, ze keren gewoon. Hij keert om. Sukkels. Hi. Hey. Hi, jongens. Wat hebben jullie bij de Mac gehaald? Snoeptomaatjes. Oh, wat gezond. Aaron heeft een grote cola. En ik wilde water met ijs eigenlijk. Maar dat hadden ze niet. Dus we hebben een cola besteld zonder cola. Ja. Nee. Jawel. Het is wel druk in het. Nee, het is heel veel. Is het wel druk? Is het druk? Ja. Wow. Oké, okay, we kunnen mogen drinken niet mee naar binnen nemen. Dus we gieten het even in de bidon. Quinn is er helemaal klaar voor. Waar is je McDonald's? Huh? Oh, jij gaat naar mij mijn McDonald's delen? Ja. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Wat deden we? We gaan benchen. Benchen? Ja. Kan je het nou? Ik wil ja, benen. Maar ik kan alleen stang benchen hoor. Ja joh, maar we gaan even benchen. Ben je die stang met één arm? Ik denk dat je dat hebt. Maar qua techniek. Sorry. Oh! Maar zullen we anders misschien onze energie weer een beetje terugkrijgen met de McDonald's? Ja. Sorry, daar heb ik echt trek in. De Mac? Ja. Zullen we anders gewoon naar de Mac gaan? Ja, gaan we naar de Mac gaan. Zullen we naar de Mac? Ja, let's go. Net lekker gesport. Ik moet zeggen, het deed me goed. Ik hoop dat jij het ook had. Ja. Je voelt je sowieso wel al een stukje beter. Klopt. Iets minder schuldig. Maar ja, we gaan het nu weer verpesten. Met McDonald's! Want we zijn onderweg naar de McDonald's! Een lekker avondeten. Heb je zoveel trek in? Ik ook. Let's go! Hey! Yay! Yo mensen, we zijn weer aangekomen bij de McDonald's en nu is het de allerlaatste maandag! Yeah! Ah, keuze is reus, hè? Keuze is reus, maar ik weet niet of ik ergens oprecht zin in heb. Dat is namelijk niet zo. Wat doe ik nu? Ik weet het, gaat echt even goed. Hebben we dat afgesproken wat we gaan doen? I like it, McRuppy. Ik vind het niet lekker. Je zit er doorheen, hè? Zodat iedereen hier heel blij zit. Zin in McDonald's en wij zitten hier echt met dikke tegenzin. Ja, maar wij hebben al wat McDonald's uren erop zitten, dus het is ook al... Ja. We hebben even eten review. Ik heb een dubbele cheeseburger en we hebben 20 kip nuggets. Ik weet niet of we ze allemaal op gaan krijgen, maar we hebben wel kip nuggets. En Aaron heeft een McChicken. Ja. Wij hebben, wat zijn dit ook weer? Cheese snacks. Cheese snacks en wrappies met Griekse saus of zo. Ik heb dat eerder op. Ander. Oh nee. Is die lekker? Deze is best wel lekker. Ik vind dit echt niet verkeerd. Goed nieuws! Het Play Island is open! Speeltuin! Hoe kom je hier ook in? Oh, dat is heel klein, die binnen. Oh, wacht. Oh, ik zit helemaal vast. Ja, het is wel echt een zieke chillplek eigenlijk. Ja, klopt. Het is echt nice. Oh, hier lekker zitten. Heb je ook zo'n netje? Hoe lekker. Het is oké, jullie creativiteit. Later! Doei! Later! Ja. Rij voorzichtig. Ja, jullie ook. Vooral met Aaron achter, een beetje gevaarlijkheid. Oh my god! Wat gebeurt hier? Wat is er? Laat me gewoon rijden! Oh, ze gaan! Nee! Nee, Bora gaf gewoon! Deze gast! Wat? Ik ben niet eens zo gek in de auto. Ik zweer, ik ben niet eens zo raar. Wat is dit? Maar dat is echt heel gevaarlijk. Ja, dat klopt, is het ook. Doe dit, jongens. Zo'n disclaimer. Doe dit thuis niet na. My god. Dit was alweer de video van vandaag. Vergeet zeker een duimpje omhoog te doen en te abonneren om op de hoogte te blijven van alle video's. Tot de volgende keer.